notre village, un peu plus loin que madame, ou là-bas, français. Ik begin zoveel meer te begrijpen van mijn papa, maar ook het verhaal papa-mama, dat ik eigenlijk ook zie als het verhaal België-Congo. En een verhaal van elkaar compleet niet begrijpen op bepaalde vlakken. En er is nood aan verzoening. Er is echt nood aan verzoening en dat kan alleen maar als er openheid is en begrip voor elkaars verhaal. Donc je suis dans les catacombes du musée ici à Anvers. Et je voulais te montrer le masque que j'ai choisi, le masque Yaka. Ça va? Attends, je te montre. Toen ik hem belde en vertelde dat ik met dit project bezig was, dat ze deze expo deden en dat ik een Yaka-masker had uitgekozen, dan is daar een heel gesprek rond ontstaan en is hij van alles beginnen vertellen over die overgangsrituelen, want hij weet daar van alles over. Dus dat is dan weer, oh wauw, ja, oké. En dat zat zo. En wat vind je ervan dat jij dat gemist hebt, of mijn papa Coco, of andere mensen die hij kent, hebben dat dan wel gehad? Maskers in de Afrikaanse cultuur zijn heel belangrijk, maar hebben ja, een duidelijke functie ook. Eigenlijk nu dit masker voor een overgangsritueel. Je weet, dat masker wordt gemaakt voor dat ritueel. Dat wordt daarvoor gebruikt. En dan, als die fase afgerond is, dan leg je dat masker af en zij nu de nieuwe versie van jezelf. En in onze maatschappij hebben we de neiging om het grootste gedeelte van ons leven met een masker rond te lopen. En zijn we eigenlijk nooit een echte versie van onszelf. Of, ja. Dus ja, we hebben het hier heel moeilijk om ons masker af te leggen.